We hebben op 11 maart in het presidium al voorgesorteerd dat het een bijzondere raadsvergadering zou worden door de coronacrisis, maar wel met elkaar afgesproken dat we zouden vergaderen. Precies 24 uur nadat burgemeester Liesbeth Bloemen de raadsvergadering afblies door een gebrek aan deelnemers, werd vrijdagavond alsnog vergaderd in Zoeterwoude. Wij hebben besloten om het wel aanwezig te zijn, niet met de hele voltallige fractie. Dat was ook niet nodig, want wij konden het woord voeren. En je zag ook dat, je zag en hoorde dat Mirna de woordvoerder echt vanavond was. Vanmiddag hebben we afgestemd hoe we dat, hoe het zouden aanpakken. En daarom, ik vond vooral dat ik aanwezig kon zijn, is dat er geen controversiële onderwerpen besproken zijn. Dus PZ heeft nu niet de kans genomen of gekregen om besluiten te nemen die waar andere partijen volledig tegen zijn. Met twee raadsleden van Progressief Zoeterwoude en de griffier werd snel vergaderd. Na een recordtijd van 9 minuten sloot Bloemen de vergadering tevreden af. Onze medewerkers werken nu thuis en een paar moeten verder kunnen. Zo zal dus de overeenkomsten met partijen die in het cultuurhuis zitten, die kunnen nu getekend worden omdat de budgetten ter beschikking zijn gesteld. Hoe de volgende raadsvergadering gehouden zal worden, weet Bloemen nog niet. Nou, we moeten even kijken of misschien een noodwet die eraan schijnt te komen, of die er dan is en of die voor ons werkt. Want wij hebben niet alle technische mogelijkheden op dit moment. Nou, als dat binnen een paar weken geregeld kan zijn en dat de nieuwe wet is, kan het eventueel anders. Als het niet anders kan, moet dat misschien weer op deze manier.